Oh, hou me vast, hè. Geen grappen. Ik lig echt ontzettend ontspannen. Dus ik zou zeggen, laten we genieten van het vervolg van Holland's Next Top Clown. Vandaag is een spannende dag voor de kandidaten van Holland's Next Top Clown. Want vandaag gaan ze voor het eerst een slapstick shoot doen. En ik ben benieuwd wie zich daar helemaal in zal durven storten. We gaan nu een foto maken met dit attribuut. Belangrijk is dat je het meteen de eerste keer helemaal goed doet. Oké, ga. Hard, hard, hard. Nee, denk goed na en doe het dan. Laat je lijf je kracht zijn. Maak mij aan het lachen, je kan het. Ja, maar ik vind die grappig is bijna een beetje eng, hè? Dus maar hou het wel grappig. Goed zo, Diego. Blijf eten, want je werkt goed aan je figuur om clown te worden. Jento, dit is jouw taart. Ja? Vind je het lekker, taart? Zoek die clown in je. Wees een clown met je ogen. Dit kan veel beter. Doe het in de camera. Hartstikke mooi dat jullie tot in de finale zijn gekomen. Maar dan kan natuurlijk maar één iemand Holland's Next Top Clown worden. En als jij niet Holland's Next Top Clown bent, word je ballonnetje doorgeprikt. En Diego, we beginnen met jou. Dit was jouw beste foto. Wat vind je er zelf van, Diego? Grappig. Ik vind het een prachtige foto. Ik vind je een topclown. En vooral die expressie op je gezicht, helemaal top. Jentel, dit is jouw beste foto. Maar wat gebeurt hier? Het was schokkend. Schokkend. Ze kon er helemaal niks van. Ik moest haar helpen. Ik moest er gewoon in die taart duwen. Want anders had ze het gewoon niet gedaan. Zij is geen clown voor mij. Heel, heel teleurstellend. Sterre, vind je het spannend? Dit was jouw beste foto. Ja, leuk. Ik vind hem bijna angstaanjagend, als ik heel eerlijk ben. Ik zou, als ik jou was, het zeker niet in een Nederlands circus proberen. Ik zou, als ik jou was, misschien solliciteren in een klein oud Frans circusje. En dan gewoon heel hard werken. Ik vind, als je gedwongen moet worden, dan gaat het toch ergens iets niet goed in je clown zijn. Ja. Het is statisch. Ja. Heel erg statisch. Ja. Ja, nou, zie je, dat zei ik ook al. Ik zie niet dat ze denkt, die taart, die is van mij. En die schoenen, heeft hij genoeg expressie in zijn voeten? Nee. Nee, maar dan begrijp je toch niet wat voor programma we maken. De jury vond het heel erg moeilijk. Maar één van jullie zal nu al de People Mansion moeten verlaten. Gentle, kom maar hier met je ballonnetje. Ik wist het. Oké. Tot ziens. De herinnering. Nou, er is nu één clowntje minder, maar blijf lachen, hè. Nu is dan het grote moment aangebroken. En de winnaar is geworden... Diego! Gefeliciteerd, en Holland's Next Top Clown! En had je het verwacht? Ja, ik ben toch de topclown. Hebben we nog een andere clown? Deze heeft nu al sterrenlures, hier met die hond.